gedaan? Ja, ik heb een quiz gekeken. Leuk, joh. Welke quiz was dat? Nou, er was een quiz. Er was een quiz met een dikke mevrouw die wouden afvallen. Na het bespreken van het weekend beginnen de ambtenaren van de IND met hun werk. Het is niet makkelijk, want zij moeten beslissen welk gezin in Nederland mag blijven of weer terug moet. Het is zoveel informatie dat ze het soms ook niet weten. Oh, wat een dossier, wat moeilijk is, zeg allemaal. Een muntje, kop en munt. Hé, ik heb een idee. Jongens, kijk. Wat is het? We gaan van ons werk een quiz maken. Oh, bedoel je dat we een muntje gaan gooien en kijken wie weggaat en wie blijft? Ja, precies, dat gaan we doen. Zo'n quiz kan ook op de televisie. De IND'ers hebben een oude schoolvriend, John, die bij het tv werkt, waar ze het idee tegen kunnen vertellen. John woont samen met Chanel in een groot huis, maar ze zijn al een tijdje niet meer op tv geweest. Hallo dames en heren, leuk dat u kijkt. Ik snap het niet dat wij al maanden geen werk hebben. Echt, we zijn echt hele goede quizmasters. En het enige wat we kunnen doen is goed blijven oefenen. Precies, we blijven oefenen. Ik ga dadelijk ook iemand bellen. Wat met Chanel, je weet wel van de televisie. Is er niet een leuk quizje voor ons? Hi Chanel, je belde vorige week ook al en toen vertelde ik je al dat ik niet zat. Dus ja, nu ook niet. Oh, ja. Je moet gewoon even geduld hebben. Oké. Nou, zodra ik wat heb, bel ik je, ja? Ik bel jou, niet andersom. Ja, doei. Hij heeft helemaal niks. Het enige wat we kunnen doen is nog blijven oefenen. Ja. Dames en heren, wat geweldig. Ik heb nummer 5. Hallo, Chanel en John. Hi. Hey, oude schoolvrienden, wat doen jullie hier? Zoals je weet, werken wij bij IND. We hebben een heel goed idee bedacht voor een tv-quiz. Oh, echt waar? Daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Luister, dit is het idee. Ze vertellen dat ze soms maar wat gokken. Wie er mag blijven en wie er terug moet. Waarom maken ze er op tv dan geen quiz van? Met gezinnen die tegen elkaar spelen. Maar dat is briljant. De emoties van die gezinnen. De tranen als ze weg worden gestuurd. Ja, goed idee, toch? Ja. Zo, we gaan gelijk eens bellen. Het duurde niet lang voordat de quiz op tv kwam. Welkom bij Erin of Eruit! Yeah! Dit is de show met echte emoties. Met blijdschap en ontroering. Het gezin dat wint mag blijven. Maar die verliest, die moet eruit. De kandidaten stellen zich voor. Ik ben Eva en dit zijn mijn drie lieve zoontjes. Ik ben Charlie en dit is Hani en dit is Nani. En dan gaan we nu naar de eerste ronde. In deze ronde vertelt elk gezin hoe ze hier zijn gekomen. En u beslist door te bellen wie het mooiste verhaal heeft. We liepen door de jungle van Afrika, dagen en dagen lang. We hadden dagen niet gegeten en we waren heel erg moe. En toen was het heel erg, er kwam een leeuw. En alleen papa struikelde. De leeuw pakte hem, wij konden alleen maar rennen. Maar nu hebben we helemaal niks meer, mogen we alsjeblieft blijven. Bel 333-555. Wat een mooi verhaal. Maar dan nu, gezin nummer 2. We liepen 3 maanden door de woestijn. En toen werd onze kameel gek. En hij rende achter ons aan. En we werden gered door de woestijnstam. Zij bracht ons hier naartoe. En we willen heel graag hier blijven. En als u nou van deze gezin kiest, bel dan 444-555. En dan is het nu... Tijdens de reclame werd er veel gestemd en Chanel kwam met het uitslag. De spanning is om te snijden. Allebei de teams hebben 15.000 punten. Daarom hebben we een beslissende vraag. Welke beroemde Nederlandse familie is ook ooit een keer gevlucht? Ik weet Henk of Albert Heijn of... Wat is de beroemdste Nederlandse familie? Linda, de Johnny de Mol. Oh ja, ik denk van wel. En waarom heb je gevraagd? Nog 10 seconden.
Millennium. Koningin, ja, van, ja, van het oorlog. En dan nu de antwoorden. Na de reclame. Tijdens de reclame gingen John en Chanel in hun kleedkamer even rusten. Zo, wel, is een goede show, hè? Ik ben wel benieuwd naar de kijkcijfers. Ja, we zijn helemaal terug, Chanel. Ja. De spanning werd sommige kandidaten te veel. De spanning, die kan ik niet tegen. Hé, ik heb een telefoontje van Jure Rijman. Ja, snel, neem op. Hallo, met Chanel. Hi, Chanel. Ik zit net naar die nieuwe tv-show van jou en John te kijken, erin of eruit. Maar jullie gaan hierin echt heel ver, hoor. Echt waar? Vind je dat? Maar het zijn toch hele mooie oprechte emoties? Ja, kijk, ik snap dat je denkt dat emoties goede kijkcijfers opleveren, maar je moet het echt niet over de ruggen van kinderen en gezinnen doen. Dat gaat echt te ver. Hou de eer aan jezelf. Kappen met die show. En mee kappen? Maar hoe kan dat midden in de show? Als ik jullie was, zou ik ervoor zorgen dat beide gezinnen mogen blijven. Misschien is dat wel het beste. Wat was er? Ja, hij zei dat we gebruik maakten van die mensen. Maar wat gaan we nu doen dan? Ik denk dat we ervoor moeten zorgen dat allebei de gezinnen mogen blijven. Ja, dat is het meest menselijke. Jurgen Rijman had Chanel en John ervan overtuigd dat de show misschien iets te veel was. En daarom begonnen ze, na de reclame, met een verklaring. Wij denken niet dat het goed is. Om over jullie pijn een tv-show te maken. En daarom is besloten dat alle twee gezinnen mogen blijven.